dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag, even goed denken, maandag 1 januari. De beste wensen allemaal. Ik heb een heerlijke oud en nieuw gehad gisteren. Het was wel echt even taai om het vol te houden tot 12 uur of tot 12:30. Want ja, ik ga gewoon heel vroeg naar bed. Dus om 11 uur dacht ik echt, oh, ik ben echt kapot. Dus het was de laatste uur wel even zwaar voor mij. En ik heb daarbij dan ook nog eens niet zo heel lekker geslapen vannacht. Maar goed, het is lekker chill. De zon schijnt. Ik heb mijn video geëdit vandaag. Ik heb er net lekker op een bedje even gelegen. Het is nu 3:00. En mijn vriend en ik gaan even ergens lunchen. Ja, nieuwjaarswensen of voornemens. Ik heb dat niet echt. Ik merk dat ik er gewoon in geloof dat ja, voornemens elke dag kunnen starten. Net zoals dat morgen niet bestaat. En ja, dat elk moment een moment is om iets te kunnen doen en doelen te stellen. Ook al is het ook wel mooi om iets af te sluiten en dus weer iets nieuws te beginnen. En dat is natuurlijk wel mooi aan zo'n jaar. Maar ik merk dat ik niet per se nu echt doelen heb van, oh, ik ga nu afvallen of ik ga nu dit of dat. Nee, wat ik vooral wil is voortzetten waar ik vorig jaar mee bezig was. Veel nieuwe dingen leren, veel nieuwe dingen doen, doelen stellen, mezelf ontwikkelen, persoonlijke groei. Ja, lekker gewoon doorgaan waar ik mee bezig was. En waar ik me gewoon heel erg lekker bij voel. Ondertussen zit ik op een prachtig eiland op Lanzarote. Het is hier echt helemaal geweldig. Het is 22 à 23 graden elke dag. Op sommige plekken uit de wind wordt het gewoon warmer zelfs. En ik ben ontzettend aan het genieten hier. Nou goed, ik ga lekker lunchen nu met mijn vriend. We gaan bij een Italiaan eten in de haven weer. Daar hebben we de tweede dag geloof ik ook gegeten. Dat is echt ons favoriete plekje. Dat was vorig jaar ook. Ja, dus wij gaan lekker even voor onszelf zorgen. Even chillen, relaxen en tot later. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 2 januari. En ik heb echt een prachtig uitzicht voor me. Blauwe lucht en de zon schijnt lekker. Ik zie de maan ook daar. Echt super mooi. Nou, ik heb heerlijk geslapen vannacht. Weer heel lang. Echt 9,5 uur of zo. Van 10 tot 7:30. Is dat 9? Ja, is 9,5 uur. Echt heel erg lang. En dus ja, er komt echt een vermoeidheid hieruit. Dat is echt niet normaal. En toen ben ik wel op gaan staan en toen dacht ik, ik wil in beweging komen. Ik moet even mijn lijf activeren. Dus toen heb ik mijn hardloopschoenen aangedaan, mijn vriend ook. En toen zijn we samen dus gaan hardlopen. 1 kilometer of 4. En ik ben ook een heel stuk nog gaan lopen. Ik kreeg een beetje pijn in mijn darmen en pijn in mijn buik. Dus ik dacht, het zat allemaal niet zo lekker. Ik denk dat ik gisteren iets verkeerds heb gegeten. Toen ben ik lekker rustig in het zonnetje teruggelopen. En ik heb me inmiddels even klaargemaakt. Mijn sportkleding aan weer. We hebben ontbeten. En wij gaan dus nu naar een strandje. Dat zit ja, een beetje naar de, ja, hoe noem je dat, westkant. Nou, in ieder geval voorbij, voorbij Playa Blanca. En daar zit dus, daar kun je heel mooi stukken wandelen. Echt in de desert is het soort van. Het is alleen maar rotsen. En nou, we moeten dus genoeg water meenemen en eten. Dus gaan we zo even boodschappen doen. En dan kom je uit op een strandje. Ja, daar ligt voor Rijn in ieder geval, lag bijna niemand. Dus daar willen we naartoe. Dan hebben we een workout. Dat is een flinke klim wel. Want het is, het is een berg eigenlijk. Ik geloof dat het iets van 7 kilometer is. En, maar dan word je beloond met zo'n mooi strand. En dan kun je daar lekker zwemmen. Dus ik ga nog even mijn tas inpakken. We gaan ook nog even naar de supermarkt om boodschappen te doen. En ja, dan gaan we er een actieve / relaxe dag van maken. En ja, het is nu nog maar 3 dagen. Het gaat zo snel. Het is echt niet normaal. Vakantie is zo voorbij. Maar goed, ik ga er niet aan denken. Ik ga lekker het hier en nu zijn. Genieten van wat deze dag me gaat brengen. Oké, doei! Hey. We zijn begonnen aan onze flinke tocht. Lekker door ja, een soort van zandachtige paden. Heel veel steentjes.
veel heuvels in het weer. Prachtig uitzicht. Echt heel erg lekker. De zon die schijnt heerlijk. Ik heb me goed ingesmeerd. En ja, ik ga lekker de pas erin. Even een goede workout. Want ik ben zo blij geweest de afgelopen dagen. Dat ik mijn lijf echt even wil activeren. Dus ik ben lekker al gaan hardlopen. Nu flink wandelen. En echt even dat lijf activeren. En genieten van de zon natuurlijk. Oké, later. Nou, wij zijn inmiddels aangekomen. Ik ga heel even lekker liggen. Dit was een heerlijke wandeling. Ik denk een uur of zo. Best wel wat klims gehad. Het was echt wel lekker en goed voor mijn conditie. Ja, wij liggen hier nu op een heerlijk strand. Het enige is dat ik dus mijn bikini ben vergeten. Maar goed, dus ik ga gewoon zwemmen in mijn ondergoed en... En het is ook deels een naakstrand, dus ik zou ook eventueel... Ja, ik zie het wel. Ik ga lekker genieten nu. En een boekje heb ik mee, een puzzelboekje mee. Dus ja, heerlijk even bijkomen. Nou, het is inmiddels avond en wat hebben wij er een heerlijke dag op zitten. We zijn dus naar een beetje een verlaten strand gegaan. We hebben de auto wel ergens neergezet, want het is vanaf hier iets van 7 kilometer lopen. 6, 7 en dan heen en weer en over de heuvels en bergen, zeg maar. Dus dat is best wel taai, zeg maar. Dus we hebben de auto ietsje dichterbij gezet en toen wel dus door de... Over die heuvels en zo. We kwamen daar aan en het was echt... Ja, het zijn gewoon heel weinig mensen daar. Je kan daar lekker liggen en chillen. En we dus 2 keer in slaap gevallen. Er komt echt zo'n vermoeidheid hier uit. Echt ontzettend lekker. Lekker liggen lezen. Het boek Stop met Pleasen is best wel interessant. Deels is het... Het begin vond ik een beetje dat ik denk... Ja, dat is allemaal wel heel ver gezocht. Want ja, daar kun je niet zoveel mee. Hij zegt dan eigenlijk dat please gedrag heeft te maken met... Nou ja, je opvoeding en je jeugd en bepaalde dingen die jouw ouders hebben meegemaakt. Maar ja, hij gaf dan ook voorbeelden en ik kon me niet in al die... Eigenlijk in geen van die voorbeelden kon ik me vinden. Terwijl ik wel denk dat ik please gedrag heb vertoond of vertoon. Ik denk dat iedereen dat wel deels doet, ongeacht je verleden. Dus eindelijk zat ik nu in bladzijde 60 of zo in het tweede deel. Ja, en dat gaat dan echt over... waarom please gedrag jouw authentieke ik, jouw authentieke zelf dus in de weg staat.
En als je alles weghaalt, dan ja, komt dat eigenlijk dus naar boven en ga jij jezelf opeenzetten. En wat ik ook wel mooi vond in een stukje is dat hij zei dat veel mensen die dat dus kunnen, die dus authentiek kunnen zijn, worden gezien als egoïstisch. Terwijl het helemaal niks met egoïsme heeft te maken. Het heeft te maken met dat zij op hun intuïtie varen. En dat je vertrouwt op jouw eigen zelf en jouw eigen kunnen en je eigen gevoel. En ja, ik denk dat ik daar ook wel al veel in heb bereikt. Ik heb ook regelmatig het woord egoïstisch naar mijn hoofd gehad. En ja, op dat moment dacht ik dan, ja maar dat ben ik niet. Dat is niet wat er hier gebeurt. En de ander die wil jou eigenlijk een schuldgevoel aan praten, omdat die persoon ja, niet in een bepaalde behoefte dus wordt vervuld of wordt voorzien. Dus het is best wel interessant. Ik merk dat ik hier weer heel veel aan het lezen ben. En ook dat ik daar ja, zoveel rust van krijg. En dat ik in Nederland de laatste weken zo gehaast heb geleefd. En dat ik dan weinig lees ook. Dus ik ben toch wel weer wat nieuwe doelen aan het stellen voor mezelf. En ik heb ook wel wat hoeken op het oog. Dus dat is ook wel echt heel erg leuk. Maar goed, ik ga eerst lekker genieten van het hier zijn. Wij gaan zo meteen lekker eten. En daarna lopen we nog even naar de boulevard. Gaan we nog even wandelen. Ik wil nog even een geurtje spuiten. Ik heb er nu twee op het oog. Valentino. Eigenlijk twee van Valentino. En van Paco Rabanne heb ik Fame. Ja, die past me echt heel erg lekker. Dus ik weet nog niet welke het wordt. Dus ik ga weer even lekker spuiten, lekker ruiken. En dan ga ik hem morgen of overmorgen kopen. Wij zijn nog 2 dagen hier. Dus ik, ja, ik ga echt met volle teugen nog verder genieten. En nou, tot later. We hebben echt een heerlijke middag gehad in de zon. Vandaag was de warmste dag, denk ik, van heel de vakantie. Volgens mij was het over de 25 graden. Ik denk wel 27 of zo. Maar ja, wij hebben lekker op een bedje gelegen hier gewoon bij het hotel. En toen zijn we in de middag dus gaan eten bij die favoriete Italiaan hier in de haven. En op de terugweg heb ik mezelf getrakteerd op 2 heerlijke pakketjes. En die ga ik dus nu even openmaken. Eerst is deze van Paco Rabanne. Fame. En normaal koop ik eigenlijk van 100 ml of de grote fles, maar ik, ja, deze twee vond ik zo lekker, de hele week al. Ik dacht, ja, dan, als ik het niet kan kiezen, dan neem ik ze gewoon allebei. Dus ik heb 2 kleintjes gedaan van 50 ml. Dat is echt zo'n schattig flesje, oh, kijk dit nou. Hij is zo tof. Nou, gelijk maar even. Mm. Deze is echt geweldig. Ja, je hebt er dus 2 van. Even kijken of ik hem nou goed doe. Ja. Je hebt de Eau de Parfum. En dit is dan gewoon parfum. En die is dus nog geconcentreerder, nog sterker. Dus daarvoor ben ik aan. En de tweede is deze. Van Valentino. Born in Roma en dan de Coral Fantasy editie. Dat is ook echt een heel mooi flesje. Heel chic. Die is echt zo lekker. Die ga ik even hier spuiten. Oeh.
Echt allebei zulke lekker parfumetjes. Ik kan niet anders zeggen. Meestal als ik dan hier ben, vind ik het lekker om een parfumetje te kopen. Maar ik vond het deze vakantie echt heel moeilijk. Ik kwam gewoon niet bij een parfumetje die ik lekker vond. Toen kwam ik bij die Valentino en toen dacht ik, oh, die is echt heel erg lekker. Dus ik ben helemaal blij met mijn aankopen. Ja, en verder, morgen is helaas onze laatste dag. Maar dan gaan wij wel naar Londen nog, tot en met zondag. Dus dan zijn we ook nog 2 nachten in Londen. Dat is wel echt, oh, daar kijk ik wel heel erg naar uit ook. Dus ik heb ook mijn winterkleding mee. Ik heb een winterjas sowieso mee. Ik heb handschoenen mee, een muts mee en zelfs een thermobroek voor de zekerheid. Omdat ik dacht, ja, het kan daar ook best wel koud zijn. Maar ik zag dat het wel meevalt, dus... even kijken... Londen, vrijdag... Ja, rond de 7 graden. Oh, dat is helemaal niet zo heel koud. Maar goed, ik heb alles mee, al mijn gear. Dus ik kan... ik ben op alle weersomstandigheden voorbereid. Maar ik vind het wel echt heel erg jammer om hier morgen of overmorgen weg te gaan. Ik kom helemaal tot mijn recht in de zon. Ik wil gewoon niet meer terug naar regen. En nou ja, vooral naar die donkere dagen in Nederland. Het is echt een crime. En ik denk dat iedereen daar wel mee te maken heeft. Maar je hebt gewoon licht nodig in je leven. En ook zon. Dus ik kom hier helemaal tot de rust. En ja, ik zou hier eigenlijk wel willen blijven. Mijn vriend en ik zijn ook aan het nadenken over van ja, kunnen we hier niet gaan wonen? En in de toekomst of nou ja, allemaal leuke dingen om over na te denken en over te praten. Maar goed, nog even lekker genieten hier nu. Ik ga lekker chillen nu even. Het is nu 5 uur, dus we gaan nog even een uurtje relaxen hier bij het hotel. In de kamer en dan rond 6:30 eten. Vanavond ga ik vroeg naar bed, want vanmorgen ging ik even kijken. Oh, ik heb helemaal niet meer gevlogd vanmorgen, nee. Ja, ik ging gisteren dus heel vroeg naar bed. Had ik de wekker om 6 uur gezet, omdat ik dacht, oh ja, dat moet toch wel eens wennen aan volgende week. Die wekker ging om 6 uur, dus dat is in Nederland 7 uur. Ja, ik kwam er gewoon niet uit. Ik heb tot 7:30 liggen snoezen, dus... Ja, ik moet echt even, of ik wil echt werken aan een ritme weer. Dus ik ga morgenochtend weer proberen. Weer 6 uur de wekker. En dan wil ik eigenlijk gewoon mezelf echt gewoon wakker kloppen en snappen van heb eruit en actief worden. Want anders wordt het volgende week op werk echt wel heel erg zwaar. Oh, maar dit weertje echt, oh, het is zo, zo lekker. Nou goed, oké, ik ga dan lekker even chillen en genieten. En tot later. Het is inmiddels avond en we hebben lekker gegeten en heerlijk een stranddagje gehad. Het was echt zo lekker. We zijn van 11 tot of 11:30 tot uur of 5:30, 6:30 op het strand geweest. Het was echt top weer. Lekker veel gezwommen. Ik heb heel veel gelezen. Ja, dat boek Stop Met Please is heel erg interessant. En... lekker een beetje geslapen. En toen kwamen wij terug. Heb ik lekker gedoucht en mijn haar gewassen. En net heerlijk gegeten. Laatste maaltje. Nu ga ik mijn koffer inpakken. Want morgenochtend vertrekken we dan. Even denken. Rond een uur of 9:45, 10:00 gaan we weg van het hotel. Dus in de ochtend nog even ontbijten. Laatste dingen doen. Misschien nog een klein rondje lopen of zo. En
En ik moet natuurlijk mijn video nog editen en online zetten. Dus ja, ik heb nog wel even genoeg te doen zometeen. Ik ga de vlog dan ook nu afsluiten. Morgen vlieg ik naar Londen. En daar heb ik heel veel zin in. Daar blijf ik 2 nachtjes met mijn vriend samen. En gaan we lekker shoppen. We gaan ook naar een museum. Een beetje sightseeing doen. Lekker eten en dat soort dingen. Echt zo'n city tripje. En ja, helaas gaan we dan wel de zon uit. Maar goed, ook weer hele leuke dingen in het vooruitzicht. Nou, ik ga mijn spullen inpakken. Bedankt voor het kijken. In ieder geval, ik hoop dat je het een leuke vlog vond. En tot de volgende. Doeg! Ciao, Ben.